binnenvoort. En draai goed ketten toe. I am very, very good and be it understood. I go out to the right foot. He is very, very good and be it understood. He come out to the right foot. Only like to appear, I can hardly even see it, for him a salvage. Only like to appear, I can hardly even see it, for him a salvage. I am never known to quail at the fury of a gale. At the fury of a gale. I am never known to quail at the fury of a gale. And I am never, never sick at sea. Oh, never. No, never. Oh, never. Well, hardly ever. He is hardly ever seen. Mm-hmm.
boodschappen doen.
sleep. Als jullie nog diep voorhoudt, omdat hij overleeft. En hij op het oog zo verloor. Als iemand over thank you.
Zeesleper in zijn klasse van die tijd. En ja, dat gaat best wel wat door je heen als je hier dan aan boord mag zijn. Van het havenbedrijf Rotterdam. Dankjewel, Hans, dames en heren. Wat hebben we toch geweldige dagen gehad. Met schitterend weer. Maar ja, aan al het mooie komt natuurlijk op een gegeven moment een eind. Dus we gaan de havendagen afsluiten, maar tegelijkertijd zal de havenwethouder iets vertellen over de havendagen van volgend jaar. Want als we klaar zijn, beginnen we morgen meteen met het voorbereiden voor de havendagen 2013. En ik wil op deze plaats iedereen bedanken. De vrijwilligers, de bedrijven, de politie, de brandweer, nou ik kan zo maar doorgaan, die een geweldige bijdrage hebben geleverd aan deze havendagen. Een groot succes. Het is fantastisch geweest. En natuurlijk bedank ik op de laatste plaats u, want u bent gekomen. En doordat u hier was, zijn de havendagen 2012 een groot succes geworden. Dank u wel. Geniet nog even van de heerlijke zon. En dan geef ik nu de microfoon aan onze havenwethouder Jeannette Bolje. Dames en heren, inderdaad, het is een geweldige havendagen 2012 geweest. Het weer heeft ons een handje geholpen, gelukkig. Maar het is inderdaad de inzet van iedereen die het doet slagen. En ik ben blij dat het zo mooi en dat we zoveel variëteit en activiteiten hebben kunnen laten zien. Het thema dit jaar was: er zit muziek in de haven. Dat gaan we op een mooie manier ook met u afsluiten. Dus nog eventjes blijven kijken. Maar er komt natuurlijk een nieuw thema voor 2013. En we doen heel veel in de relaties met Rusland. Dus misschien kunt u het al een beetje raden.
Maar daar zit natuurlijk voor het komende jaar, komt het Ruslandjaar eraan. En daar zit het thema aan vast. En het thema is, en ik geef het aan de Russische ambassadeur hier in Nederland, het thema voor 2013, van Wolga tot Maas. We verwachten u graag weer terug in 2013. Dank u wel. Samen, together on the pictures, of course. En terwijl op dit moment ook de muzieksleutel die we gebruikt hebben voor het thema van dit jaar langzaam weg gaat zakken, de rivier weer in, dat die ooit weer een keer opgepakt wordt bij dat thema, gaan we het thema van volgend jaar natuurlijk vanaf nu weer communiceren en wordt dat weer een prachtig jaar in het kader van het Ruslandjaar. His Excellency, the Ambassador of the Federation of Russia, Mr. Roman Golovkin. Thank you. Dear Ms. Mario, well, let's say, the relations between Russia and the Netherlands. This event, I'm sure, will fit into the broader context of the next year, which is declared the year of Russia in the Netherlands and the Netherlands in Russia. Port of Rotterdam plays an important, if not key role for Russia in its economic ties with your country. So far, this role has been mainly about trade. But now, it's becoming also about investments. Thus, the cooperation is assuming a strategic, long-term character and its prospects are broadening. Though concrete plans for World Port Days 2013 are still somewhat enigmatic to me, the mere fact that it was decided to put our bilateral relations in the spotlight testifies to what I've just said. And there is every reason to look with optimistic expectations into the future of our cooperation, and in particular in the year 2013, the year of Russia and the Netherlands and Russia, and its World Port Days. Thank you well. Thank you very much for your words, and we see you of course next year with the World Port Days. En om dat gevoel alvast een beetje op te pakken, schakelen we over naar beneden, want daar staat het Domkozakkenkoor Nederland onder leiding van Sergej Latyshev.
Oh, he's a man.
Het popconcert door Nederland onder leiding van Sergej Latyshev. U geeft ze nog een fantastisch applaus. En dat was het slotakkoord van de Wereldhavendagen 2012. Vanaf de Elbe met een prachtig plaatje, met een fantastisch weekend. Met dank aan al die mensen die ons ook bezocht hebben. Al die mensen die een rol gespeeld hebben vanuit alle functies. Vrijwilligers, mensen op het water, de veiligheidsmensen. En alle deelnemers danken wij natuurlijk buitengewoon voor hun bijdrage aan deze aflevering. Wij hebben het met ontzettend veel plezier gedaan. Ik hoop dat u het ook gewaardeerd heeft, deze Wereldhavendagen 2012. Dat hoor ik aan uw applaus. Al die mensen die ons vrijwilligen, al die medewerkers van die bedrijven, de best gedaan hebben om die Rotterdamse avond te tonen. Dank daarvoor, en ze hebben het gehoord. Dat was het slotakkoord. We hebben een kleine toegift, maar dat is gebruikelijk. We gaan ons opmaken voor de parade van alle vaartuigen. Wij zeggen dank voor uw aanwezigheid en tot 2013. Volga op de baas.